Een sales manager of sales promotor is verantwoordelijk voor het in de markt zetten van bepaalde diensten of producten. Als sales manager ben je over het algemeen verantwoordelijk voor een heel team van medewerkers, zoals vertegenwoordigers, accountmanagers en marketeers die allemaal aangestuurd worden door de sales manager. Een belangrijk takenpakket van de sales manager is het opstellen van een verkoopplan. Om bepaalde diensten of producten zo goed mogelijk in de markt te kunnen zetten. Als sales manager ben je werkzaam voor bedrijven die commercieel actief zijn. De sales manager geeft leiding aan de salesafdeling van een bedrijf, zoals die bij veel bedrijven voorkomen. Een sales manager zal voor zijn of haar werkzaamheden over het algemeen ook veel samenwerken met de afdeling marketing omdat sales en marketing niet los van elkaar gezien kunnen worden. Als sales manager zal je doorgaans ook veel met de directie en andere belanghebbenden overleggen voordat een uiteindelijk verkoopplan in de markt gezet kan worden. De werkzaamheden van een sales manager hebben dus op een brede manier te maken met marketing. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een sales manager het beste omschrijven als het optimaliseren van de commerciële koers van de betreffende organisatie waarvoor de sales manager werkzaam is. Om dit te kunnen bereiken werkt een sales manager met een team van vakspecialisten die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Als sales manager geef je dus leiding aan verschillende verkopers en werk je samen met andere marketingspecialisten die meestal werkzaam zijn binnen de afdeling marketing. De werkzaamheden van een sales manager gaan verder dan alleen het verkopen van producten of diensten. Denk ook aan het uitvoeren van marktonderzoek, zodat je uiteindelijk een verkoopplan kan opstellen in overleg met de directie.